AGV is 20 jaar Rossi met deze speciale jubileumeditie. AGV is 70 jaar racehistorie met deze Legends. AGV is de lichtste systeemhelm ter wereld, 1300 gram. Ik sta hier naast de compleet nieuwe AGV Sport Modular. Een systeemhelm waar AGV 5 jaar aan heeft gewerkt. En waarom? Omdat ze wilden dat ze de lichtste systeemhelm ter wereld maakten. Nou, en dat is gelukt. Hij komt in 3 verschillende maten buitenschaal en de kleinste buitenschaal weegt 1250 gram. En dat is echt krankzinnig licht voor een systeemhelm. Hij is goed geventileerd, hij heeft een geïntegreerd zonnevizier en heel bijzonder is het vizier. Het is een heel dik vizier, 4,6 mm uit mijn hoofd, waardoor hij heel erg stevig is. Maar je kunt er ook heel goed doorheen kijken. Hij geeft geen optische verandering aan. En daarnaast heeft hij als enige helm ter wereld een breedtegraad van 190 graden. En dat betekent eigenlijk dat je net zo breed kan zien als het menselijk oog. Je ziet dus eigenlijk aan de zijkanten niet dat je een helm op hebt. Al dit moois komt helaas ook met een prijskaartje. De nieuwe Sport Modular heeft een vanafprijs van €699 en dat is wel een flinke uitgave. Wil je hem in een leuk kleurtje, dan kan de prijs al oplopen naar €799. Naast de hypermoderne systeemhelm van AGV is er ook een nieuwe retro collectie, de Legends zoals ze zelf noemen. En die bestaat eigenlijk uit 2 modellen. De X3000, de integraalhelm zoals we hem hier zien. En de X70, daar gaan we zo meteen heen, dat is de jethelm. Bijzonder is eigenlijk dat een ouderwets design gecombineerd wordt met de modernste technieken. Waar blijkt dat uit? Nou ja, je ziet al dat hij er heel ouderwets eigenlijk retro uitziet, wat ik wel heel erg cool vind. Dit is de Ego One. Dat is een replica van Agostini, een racelegende uit de jaren 70. Maar de helm heeft gewoon moderne technieken. Hij is gemaakt van een glasvezel buitenschaal die in 3 maten komt. En het vizier is gewoon waterdicht. Dus hij is ook goed voor dagelijks gebruik. Prijzen van de X3000 beginnen bij €379. Nou, naast de X3000 is er dus ook de X70. En wat ik net al zei, dat is echt een simpel potje als het ware. Hij komt ook in 3 maten buitenschaal, is gemaakt van glasvezel en is zeer betaalbaar met een vanafprijs van €199. Nou, tot zover de nieuwigheden uit de AGV-collectie. Maar de 2018-collectie bestaat natuurlijk uit veel meer helmen. Die loop ik nu even met je door. Te beginnen bij de meest geavanceerde helm uit de AGV-collectie. Dat is natuurlijk de Pista GPR. De helm waar Rossi in de MotoGP mee racet. Ja, wil jij met zo'n helm rijden, het is vooral voor op het circuit gericht, ja, dan moet je deze uiteraard hebben. Ben je echter iets meer straatgeoriënteerd, maar nog steeds een sportieve rijder, dan heb je de Corsa Air. Die is iets minder hardcore dan de Pista GP, maar nog steeds echt race georiënteerd. Net onder de Corsa Air zit eigenlijk de Veloci S. En dit is weer een stapje lager richting extreem circuitgebruik en iets weer meer richting het straatgebruik. De AGV K5 heeft wel het race-DNA wat we van de AGV kennen, maar is iets meer straatgeoriënteerd. Dat kun je onder andere terugzien in het geïntegreerde zonnevizier. Daarnaast is de buitenschaal van de AGV K5 gemaakt van carbon fiberglas. Nou, het instapintegraal model van AGV is de K3. De K3 is bijzonder omdat hij wel in alle Rossi-prints verkrijgbaar is, maar hij heeft een buitenschaal van thermoplast. En dat maakt hem een stuk goedkoper. €199 heb je er al heen. Nou, de AGV Sport Modular is natuurlijk een zeer geavanceerde systeemhelm, maar er zit ook een prijskaartje aan. Wil je wel graag een systeemhelm hebben van AGV, dan is er ook nog de Compact ST. Dit is gewoon een goede systeemhelm met geïntegreerd zonnevizier en een pinlock systeem. Nou, ben je meer een enduro rijder of rij je meer offroad, dan heb je nog van AGV de AX8. Deze komt met een afneembare piek en een zeer groot vizier, waardoor je dus echt heel veel kan zien. Rij je meer stad of wil je graag een jethelm, dan heb je eigenlijk een keuze uit 2 helmen. Dit is de AGV K5 Jet en deze heeft een carbon buitenschaal, komt met een geïntegreerd zonnevizier en heeft een mooi lang buitenvizier, waardoor die best wel veel comfort biedt, ook voor lange afstanden. Nou, ben je meer een stadse rijder of rij je op een motorscooter, korte afstandjes, dan hebben we nog de AGV Fluid. Dit is echt een instap jethelm die zeer betaalbaar is.